Goedenavond. In de omliggende provincies zijn ze allerminst blij, maar in Flevoland is er tevredenheid. Over het besluit in de Tweede Kamer gisteren over de uitbreiding van Lelystad Airport. Het komt er in 2019. Verslaggever Richard Schuurman, jij was er gisteren bij in het debat. Um, ja, wat, welk gevoel overheerst er nu in Flevoland na het debat gisteren? Als je wat zijn spreekt of de, de wethouder uit Leesdaad, die zijn opgelucht en blij dat het nu toch echt doorgaat. Want uh, dat debat van gisteren en ook van vorige week... Uh, dat maakte toch al een beetje wat spanning uh, los. Uh, gaat het lukken? Gaat de Kamer op de rem trappen of niet? Worden deze bouwwerkzaamheden bij het vliegveld misschien voorlopig even voor niks gedaan? Maar de Kamer gaat akkoord dus in meerderheid. Want uh, VVD, D66, uh, CDA en ChristenUnie... Uh, die hebben al een meerderheid. Tel je daarbij de steun van de Partij van de Arbeid, dan kom je op 85 uh, kamerzetels uit. En uh, gedeputeerde Jaap Lodders van Flevoland is daar heel blij mee dat het dus echt gaat lukken in 2019. U uh, is er geen enkele twijfel? Uh, ik ga er vanuit met het debat van gisteren, want het politieke risico was aanwezig. Uh, dat met het debat van gisteren uh, is, heb ik geen twijfel meer dat 1 april 2019 gaat, uh, gaat lukken. Nee. Uh, u er... werkt, werkt u ergens nog met scenario's dat het misschien toch later wordt? Uh, nee. Liggen die nog ergens op een uh, bureau uh, of in een kast? Nou ja, kijk, uh, dat is ook aan de, aan de luchthaven zelf natuurlijk. Hè, want wij exporteren die luchthaven niet. Wij zorgen dat uh, gewoon alles klaar is en onze inzet blijft er ook op gericht in de lobby om te zorgen dat dat uh, gereed uh, zal zijn. Ja, maar er is geen enkel scenario dat het later wordt. Nee, het, nee, zoals als we u. daar nu tegenaan kijken niet. Ja, dat gehele interview met gedeputeerde Jaap Lodders is aanstaande zondag te zien, dus in Over Flevoland gesproken. Uh, Richard, als het vliegveld in 2019 open gaat, hè, dan is het probleem van die lage vliegroutes toch nog niet voorbij. Nou, dat is nou precies het punt waardoor de mensen hier op de tribune, maar ook in Overijssel, Gelderland en Friesland zeggen. Hoe kan de Kamer daar nou in meerderheid mee instemmen? Want die vliegtuigen blijven laag aan- en uitvliegen naar Leestad Airport, blijven daar op het oude land voor overlast zorgen. En zij zeggen, ja, dat had dus veel beter onderzocht moeten worden en veel uitgebreider. Uh, maar de sleutel in het debat lag bij D66 en het CDA. Die hebben zich laten overtuigen door staatssecretaris Dijksma. En kijk maar even waarom. De staatssecretaris heeft vandaag toegezegd, ook op verzoek van D66, dat het vliegveld Lelystad niet zal groeien boven 10.000 vluchten. En daarmee is de overlast de komende jaren beperkt. En we kiezen er dan voor om met beperkte overlast te starten met Lelystad, maar tegelijkertijd wel maximaal in te zetten op het verbeteren van die vliegroutes. Nou, de openstelling die staat vast, daar is geen twijfel over. Waar wij wel goed op moeten letten is of die inspraakprocedure voor mensen die overlast hebben, of die goed gaat, dus de betrokkenen. Waar wij ook op goed op moeten letten is dat het proces van de herinrichting van het luchtruim uh, snel doorgaat. Want als dat geherinricht is, kun je met het vliegtuig sneller naar boven en heb je minder overlast. En waarover is nu nog discussie te verwachten of moties vanuit de Kamer? Nou, er is heel veel discussie tussen deze mevrouw en haar actiegroep Hoogoverijssel en ook uh, ja, het, het ministerie onderling over de milieueffecten en uh, GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer die steunen dat argument van die actiegroep. Die zeggen: hoe kun je nou die milieueffecten goedkeuren terwijl die vliegroutes buiten Flevoland eigenlijk helemaal niet goed zijn onderzocht? Dat kon wel eens een verre een strijd worden en Hoogoverijssel en het ministerie koersen op een harde lijn. Aan die misschien wel bij de rechter gaat eindigen. Dat lijkt haast wel zeker. Nou, er komen ongetwijfeld ook moties. Het vervolg van dit debat is komende woensdag. Dan is er een zogehet plenaire debat. Dan worden de moties ingediend en daar wordt dan waarschijnlijk later over gestemd. Goed, dankjewel Richard Schuurman.